weer bij Ines Moestuin. Nou, ik ben de tuin eindelijk aan het opruimen. De laatste dingen aan het oogsten. De zomergroente die ik nog kan oogsten. Ik heb alle pepers eraf gehaald. Alle paprika's zijn eraf gehaald. Tenminste, die nog buiten stonden. Hier hing die klimcourgette allemaal zo overheen. Nou, die heb ik ook allemaal geoogst en die heb ik allemaal ingemaakt in zoetzuur. En daar was ook nog een courgetteplant waar nog wat courgettes op zaten. Dus dat is ook geoogst en verwerkt. Dan ben ik die Kaapse goudbes ben ik gaan oogsten, want die planten nou zo groot, gigantisch. Nou, daar heb ik er ook flink wat van kunnen oogsten, maar helaas heb ik ook een deel... Ja, die zijn gewoon niet rijp geworden, die goudse bessen. En die takken zaten nog vol met die mooie lampionnen. Dus, sowieso voor volgend jaar ga ik het weer doen. Maar ik ga ze niet meer in de tuin zetten. Ik ga ze in grote potten zetten, zodat ik ze overal neer kan zetten wat ik wil. En dan kan ik ze aan het eind van de zomer, dus in de herfst, kan ik ze nog in de kas zetten. Zodat die onrijpe lampionnen dan misschien ook nog... oogstbaar worden. Nou, ik heb al best veel geoogst en wat bijna goed is, dat heb ik achter het raam in de zon gelegd en dat schijnt dan ook nog te kunnen lukken. Nou, die Kaapse bessen, heerlijke fruit. Echt heerlijk fruit. En schijnt ook super gezond te zijn. Dus nou, volgend jaar komt die terug. Ja, en nou ja, toen waren die Kaapse bessen dus allemaal weg. En toen dacht ik, nou dan kan ik eindelijk kijken hoe het met mijn zoete aardappels is. Want ja, er was natuurlijk toch wel heel veel werk, die zoete aardappels kweken. Nou, jullie weten het misschien nog, de vaste kijkers die al langer kijken. Ja, het begint eerst met een stukje zoete aardappel. Of een hele zoete aardappel in een glas, zodat ze... wortels gaan maken. Nou, dat ging niet zo goed. Daar heb ik daarna stukjes aardappel in een bakje gedaan met heel veel vocht op de verwarming. Nou, dat ging wel goed. Dan kwamen daar mooie stekken uit, want het is om stekken te kweken. Nou, dan moeten die stekken, als ze lang genoeg zijn, dan moeten ze afgeknipt worden in stukjes. Dan moeten ze weer in een glas water, zodat ze worteltjes krijgen. Nou, als die plantjes dan eenmaal worteltjes hebben, dan doe je ze in een potje, om ze dan weer op te kweken en dan zo in mei, juni, mei zou beter geweest zijn achteraf gezien, dan kan je ze dus uitplanten en dan gaan ze gigantische lange lianen maken. Nou, jullie hebben wel de zoete aardappel in de kas gezien, hoe die geweldige lange lianen heeft gemaakt en zelfs bloemen heeft gekregen. Maar hier zat alles verstopt onder die Kaapse besplanten die werkelijk zo waren. En onder deze broccoliplanten. Nou, toen was de boel vrij. En ik dacht, nou kan ik gaan oogsten. Helemaal niks. Helemaal niks. Geen één zoete aardappel. Ja, een paar miserige, helemaal aan het einde. Een paar miserige aardappeltjes. Nou, dat is bijna niet te doen. Ja, waarom? Geen idee. Want de grond is goed bemest, hij is goed los. Ze hebben veel warmte gehad. Dus daar kan het niet aan liggen. Dus ik ben bang dat er toch die verrekte veldmuizen zijn geweest. Die al mijn zoete aardappels hebben opgegeten. En ik weet van Annie, die heeft het dit jaar niet gedaan. Om precies dezelfde reden. Vorig jaar hebben ze bij haar ook al haar zoete aardappels opgegeten. Nou, daar baal ik natuurlijk ontzettend van al dat werk wat ik gedaan heb. En geen opbrengst, ja, dat vindt niemand leuk. Nou, staat hier nog één plantje. En nou ga ik die opgraven en kijken of het daar dan misschien gelukt is. Maar ik vrees het ergste. Nou. Dit is de liaan. Kijk. En er gaat ook nog een liaan de andere kant op. Kijk, dus dat is verder prima. Dus dat is wel gelukt. Maar ja, nu. Ik zie inderdaad helemaal niks. Nou jongens, ik zal hem even laten zien.
dat is het. Nou, dat is toch werkelijk teleurstellend wel, dit. Vooral dat werk. Nou, er zit echt niks aan, maar ik zie inderdaad dat er gewoon dingen afgevreten zijn. Nou, hier hebben we helemaal niks aan. Nou, zou ik hem geloof ik in een potje kunnen zetten en kunnen bewaren tot volgend jaar. Omdat hij dan misschien opnieuw gaat uitlopen. Nou, misschien ga ik dat dan nog wel even doen. Dan leg ik hem voorlopig even hier neer. Kijk, liane zat. Nou ja, we gaan sowieso straks even naar de kas. Want daar heb ik ze wel zien zitten in die bak. Dat heb ik jullie geloof ik 2 weken geleden ook al een beetje laten zien. Dus mijn hoop is gevestigd op de bak. Dat ik daar nog een paar zoete aardappels vandaan kan halen. Nou, en dan zien jullie daar die hele grote planten staan. Dat zijn koolplanten. Dat is die broccoli. Purple sprouting of bimi. En dat is broccoli die ik dus vroeg, wanneer heb ik die gezaaid? Juni denk ik, zoiets. Uitgeplant. Nou, zijn prachtige grote planten geworden. Dat moet ook. En die gaan de hele winter gewoon hier blijven die buiten staan. Ik heb ze wel aan een stevige ijzeren paal vastgezet. Want het zijn hele grote planten en met wind dan waaien ze om, gaan ze kapot. En dan in maart, dan komt daar uit de oksels allemaal van die mooie stengelbroccoli. Ja, stengelbroccoli is het eigenlijk. Bimi heet dat in Nederland. Nou, dat heb ik al vaker gedaan en dat is top. Want na de winter ben je eigenlijk al die wintergroente wel zat. En dan heb je lekker in maart die heerlijke bimi stengelbroccoli waar je lekker mee kan roerbakken. Dus dat is top. Oké, nou ja, ik ga dus nog verder met alles opruimen. De andijvie die hebben we al geoogst en ook gegeten. Nou, er staan nog een paar venkels, die ga ik binnenkort ook oogsten, want die kunnen niet tegen de vorst en het is hier best wel een beetje fris. Het is vandaag maar 10 graden, vannacht wordt het misschien plus 1, dat is vrij vroeg, want meestal hebben wij die hele koude temperaturen pas begin december. Dus die venkel die ga ik ook oogsten. Ja, en dan staat overal nog die prachtige snijbiet in al die kleuren. Ja, ik laat die maar gewoon staan. Het staat mooi. Ik weet niet of ze kunnen overleven in de winter, want ik heb ze dit jaar voor het eerst. Ik haal de buitenste bladen eraf, maar de rest, ja, ik denk dat we daar nog wel van kunnen eten. Nou, er staat nog her en der wat prei. En dan ga ik die vakken die allemaal leeggekomen zijn, verder ga ik zaaien groen bemesters. Even kijken, gele mosterd en Japans haverzaai. En ik heb van een hele aardige man hier uit de buurt een hele zak vol met feverol gekregen. Wat al gemengd is met winterroggen. En nou, dan ga ik dus ook op al die open plekken die straks komen, als ik alles heb leeggehaald, ga ik dat daar zaaien. Ik zal je straks die zak even laten zien. Want het is geen tuinboon. Het is familie van de tuinboon. Ze zien er ook net iets anders uit. Hartstikke leuk. Nou, even kijken wat nog meer. Gewoon verder opruimen. Dan gaan we even naar de kas om te kijken of die zoete aardappel daar beter is dan hier buiten. Loop mee. Oh ja, ik heb de knoflook erin gezet afgelopen week. Tussen de aardbeien, dus de teentjes knoflook. Die moet je net zo'n stukje onder de grond, echt onder de grond. Niet die puntjes boven de grond uit laten komen. Dat kan in Nederland ook nog. Dus als je nog knoflook wil zetten, dat kan nog. Want als die winter eroverheen gaat, dat moet juist. Dat vindt knoflook heel fijn, dus dat kan nog. En ja, mijn spinazie is opgekomen. Mooi, 2 rijtjes spinazie. Ze zijn nog heel klein, maar dat geeft niks, want het is winterspinazie. En ik ga er straks in december ook nog plastic overheen doen, zodat het een soort mini-kastje wordt. Dus dat komt helemaal goed met die spinazie. En ik zie ook dat de veldsla opkomt. Daar heb ik altijd een beetje moeite mee om die veldsla op te laten komen. Maar ja, met die verse grond. Jullie hebben dat gezien 2 weken geleden. Heb ik allemaal verse grond in die bak gedaan. Nou, dat komt op. Is dat even mooi? Nou, op naar de kas.
even hier neerleggen. Nou, ik heb mijn schep al klaargezet om te kijken hoe het hier met de zoetaardappels is. Ook al weet ik eigenlijk wel mijn handschoenen niet aan doen. Want hoef ik niet altijd mijn nagels schoon te maken. Wel een heel gedoe op. Nou, die staat dus hier. Ik ben benieuwd. Dit is de... Oh, zie, daar zit er een. Kijk, daar zit er een. Nou, ik hoop niet dat ik er doorheen heen ga. Er zitten ook ontzettende lange lianen aan. Er staat hier nog een plant. Zijn er twee. Dus ik weet niet van wie deze lianen zijn. Oh, kijk. Oh, kijk. Niet gigantisch, maar wel drie mooie aardappels. Oh, ik ben echt heel blij. Het is tenminste iets dan niets. Ja, nou ja. Nou, hier kunnen we wel een keertje van eten. Ik had het niet gedacht naar wat ik buiten heb gezien. Maar ik weet echt bijna zeker dat het die snackmuizen zijn geweest. Nou, ik leg ze even hier in de krant. Dan gaan we plant 2 pakken. Oh, kijk of er misschien nog wat anders in zit, maar ik denk het niet. Nee. Nee, nou dat is het dan. Dat is het dan. Oh, kijk hier, al die lianen. Die ook allemaal hier naar boven, zijn gegaan. Hoe heb ik, oh ja, kijk hier. Nou, knip ik dit eraf. Zo. Zo, nou, ik ben benieuwd. Da-da-da-da. Misschien is hier, oh, hier zie ik ook wat. Oh, jeetje. Nou jongens, wat een verrassing. Ja, ik zie er 1. Oh, het is er maar 1. Oh nee, zijn er nog een paar. Oh kijk. Nou. Even die aarde eraf. Nou, 2 keer eentje. Kijk. Oh, het is er maar 1. Oh, kijk, het is er 1. Moet je kijken. Nou, dat is toch wel hartstikke leuk. Niet al die moeite voor niks. Ja, nou ja. Nou had ik wel gehoord van iemand dat ik hem in de grond moest laten zitten en afknippen. Dan komt hij volgend jaar opnieuw. Nou, ik vind het prima zo. Misschien doe ik dat wel met degene die ik buiten heb opgegraven. Dat ik die in een bak ga zetten. En eventueel volgend jaar opnieuw uit ga planten. Nou, ik ben er al ontzettend blij mee. Nou, die leggen we even hier neer. Kunnen we in ieder geval 2 keer zoete aardappel eten. Ik geloof wel dat dit het is. Oh nee, kijk. Hier. Nog wat. Oh ja, maar die zijn heel klein. Ja, dat lijkt wel een beetje op wat ik buiten had. Nou ja. Anyway, dat is het. Nou ga ik de bak hier. Er staan nog wel wat paprika's in. Ik laat ze nog 2 weken staan. En dan ga ik de bak helemaal leeg halen. Ondertussen heb ik hier ook andijvie ingezet. En ik ga ook nog wat slaplantjes, die heb ik gekocht. Want dat is wintersla hier. En die ga ik ook nog hier in de bak zetten. Zodat ik in de winter ook nog slaap hier. Nou, wat kan ik verder? Ja, die tomatenplant die is er ook nog steeds. De tomaten die worden niet echt meer rood. Maar ik laat het voorlopig nog even hangen. Over 2 weken gaat hier alles eruit. En dan ga ik de bak reorganiseren hier. Even kijken, wat kan ik je nog meer laten zien? Oh ja, de laters. Zijn die mooi opgekomen of niet? Ja. En inderdaad, lange stengels, maar dat geeft helemaal niks. Het wordt steeds kouder in de kast, dus dan blijven ze een beetje op deze hoogte. En dan in januari, dan ga ik ze allemaal toppen. En dan worden het mooie brede plantjes. Dus dat gaat helemaal goed. Hier nog een bakje. Die zijn wat iets later opgekomen, die voorste. Maar kom allemaal op. Nou, ondertussen heb ik natuurlijk ook mijn geraniums gestekt. Ja, dat doe ik elk jaar. En ik ga er nog meer stekken. Dat wilde ik vandaag nog eventjes doen. Maar wil je weten hoe dat moet? Ik heb
Vorig jaar ook een video gemaakt over geraniumstekken. Moet je maar even terugkijken. Even zoeken. Inis moestuin, geraniumstekken. Vind je dat filmpje zo. Ja, en dan zou ik nog even hebben over die veverol. Nou, ik heb hier een zak liggen met die veverol. Ik zal het je laten zien. Ja, dit is het. Dit is het. Kijk, het zijn wel boontjes. Het is toch een boontje. Ja, het lijkt ook op een heel klein tuinboontje. En er zit er ook, hij heeft er ook wat winterrogge doorheen gemengd. Ja, en dat ga ik dus zaaien op de plekken waar ik volgend jaar vooral aardappels en kolen wil gaan zetten. Ja, ik doe altijd alles wel door elkaar. Maar je weet, aardappels die doe ik in een apart vak. Dus daar ga ik sowieso die veverol zaaien. Omdat die ontzettend veel stikstof afgeven aan de grond. En dat is juist heel goed voor aardappels. Ja, het is een hele, heeft hartstikke veel gegeven. Ik zei, doe maar een kilootje. Ik heb volgens mij wel 2 kilo gegeven. Nou, dat is het voor vandaag. Over 2 weken, dan zitten we op eind november. En dan is het wat betreft de moestuin wel zo'n beetje voorbij. Behalve natuurlijk het oogsten van de wintergroenten, de boerenkool, de pastinaak. Maar werkzaamheden, die zijn er niet meer. Dan ga ik met jullie, dat zijn de mensen die mij al vaker hebben, die mij al heel lang volgen, die weten dat ik dit jaar mijn moestuin heel anders heb gedaan dan alle jaren daarvoor. Alles door elkaar, veel meer gebruik gemaakt van de permacultuur. En ik heb jullie toen ook beloofd dat ik aan het einde van het seizoen daarop terug zou komen om te vertellen wat mijn ervaringen zijn. Of dat positief is, of dat er negatieve dingen zijn, nou die zijn er allebei. Dus dat ga ik over 2 weken met jullie het seizoen eigenlijk afsluiten. Met een reflectie op het afgelopen moestuinjaar van Ini. Van mij dus. Nou jongens, dus ik zou zeggen tot over 2 weken. Ga vooral kijken. En dan wens ik jullie hele fijne dagen de komende 2 weken. En jullie gaan natuurlijk ook verder alles opruimen in je moestuin. En abonneer je nou op me als je dat nog niet gedaan hebt. Want dan krijg je een berichtje dat ik er dus over 2 weken weer ben. En je kunt me ook volgen op Instagram. Daar zet ik af en toe hele leuke, of ja, vind ik zelf heel leuk. Ik hoop jullie ook. Daar zet ik af en toe ook berichtjes uit de moestuin en alles wat er een beetje omheen gebeurt. Zoals de zwijnen die 2 weken geleden ons grasveld helemaal omgeploegd hebben. Nou, dat heb ik allemaal hersteld. En je zult niet willen weten, maar ze zijn vannacht weer geweest. Dus ik kan morgen opnieuw beginnen. Word ik niet blij van. Maar goed, het hoort erbij op het platteland. Nou jongens, fijn weekend en tot over 2 weken. Dag!